Welkom bij Bucketlist Filosofie. Deze keer over de beroemde schrijfster en feministe Mary Wollstonecraft. In Bucketlist Filosofie staan klassiekers uit de filosofie centraal die vandaag de dag nog altijd grote waarde hebben. En vanavond is dat The Vindications of the Rights of Women, pleidooi voor de rechten van de vrouw. Het boek dat Wollstonecraft schreef ten tijde van de verlichting en dat haar in één klap beroemd maakte. Ze betoogt hierin dat de idealen van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen opgaan. Een baanbrekend boek destijds, maar een titel die ook vandaag de dag nog veel aandacht verdient. En daarnaast zullen we het ook hebben over haar andere boek, Thoughts on the Education of Daughters. Allereerst geeft Kirsten Zimmerman, schrijver en onderzoeker, een mini-college over het werk van Wollstonecraft. En daarna ga ik in gesprek met Jet Bussemaker, politica en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En tegenwoordig is zij verbonden als hoogleraar wetenschapbeleid en maatschappelijke impact aan de Universiteit van Leiden. Mijn naam is Daan Rovers, ik ben filosoof en denker des vaderlands en programmamaker van deze reeks. En ik geef eerst graag het woord aan Kirsten Zimmerman. Ja, goedenavond. We gaan eerst naar een filmpje kijken over Mary Wollstonecraft en daarna vertel ik mijn verhaal over haar. Mary Wollstonecraft schreef met A Vindication of the Rights of Women een van de eerste feministische geschriften. Vrouwen in haar tijd werden voornamelijk als bezit gezien, maar Wollstonecraft claimt dat ze dezelfde rechten hebben als mannen. Daarnaast schreef ze romans en reisverslagen. Als een van de eerste vrouwen kon ze leven van de pen. Ze noemde zichzelf de eerste van een nieuwe soort. Wollstonecraft heeft een moeilijke jeugd. De familie moet vaak verhuizen omdat vader schulden maakt. Bovendien slaat hij zijn vrouw. Mary ligt regelmatig voor de deur van haar moeders slaapkamer om haar moeder te beschermen. Op haar 18e verlaat ze het huis. Met hartsvriendin Fanny Blood richt Wollstonecraft een school op in Newington Green. Maar Blood sterft niet lang daarna. Wollstonecraft verlaat de school en vestigt zich in Londen. Hier is ze vaak te vinden in de uitgeverij van Joseph Johnson, waar ze veel progressieve intellectuelen ontmoet. De Franse revolutie beroert de harten van progressieve intellectuelen. Wollstonecraft ontvangt roem voor haar A Vindication of the Rights of Man, waarin ze de principes van de revolutie, de vrijheid en gelijkheid van ieder mens, verdedigt. Maar vooral het latere A Vindication of the Rights of Woman is ook nu nog bekend. Wollstonecraft stelt hierin dat de ideeën van de revolutie ook voor vrouwen gelden. Daar hadden de mannelijke revolutionaire denkers niet bij stilgestaan. Sterker nog, ook revolutionaire filosofen als Jean-Jacques Rousseau schreven dat onderwijs aan vrouwen nauwelijks nodig is, omdat ze toch oppervlakkig en zwak zijn. Onzin, vindt Wollstonecraft. Het is juist door gebrek aan educatie dat meisjes oppervlakkig zijn. Meisjes leren zich te gedragen als brave hondjes, als spaniels. Wollstonecraft vertrekt naar het postrevolutionaire Frankrijk en begint een noodlottige liefdesrelatie met de Amerikaanse avonturier Gilbert Imlay. Hij verlaat haar na de geboorte van hun dochter Fanny. Eenmaal terug in Londen probeert Wollstonecraft zelfmoord te plegen door in de Theems te springen, maar wordt gered door een voorbijganger. Later trouwt ze met de bekende liberale filosoof William Godwin. Ze overlijdt bij de geboorte van haar tweede kind, Mary. Dochter Mary trouwt later met de Engelse dichter Percy Shelley. Op 19-jarige leeftijd schrijft ze Frankenstein. Ja, goedenavond nogmaals. Dit was het korte filmpje ter introductie van Mary Wollstonecraft. Ik ben Kirsten Zimmerman. Ik ben onderzoeker, schrijver, ook dichter, DJ. En ik heb in de jaren 90 Engels gestudeerd en ook vrouwenstudies en kwam daar als eerste Mary Wollstonecraft tegen. Wat toen veel indruk op mij maakte is dat ze me eigen tijds aandeed en ook een vrouw die zich niet neerlegde bij de conventies en die ook waagde om daar tegen in te gaan. En daarom heb ik deze lezing voor mijn titel revolutionaire gegeven.
Ze was niet gevormd om tevreden en een onderdanige volger van een tiran te zijn. Wat eigenlijk ook slaat op haar ouderlijk gezin, waar ik zo op kom. Deed me ook een beetje denken aan Belle van Zuylen uit Nederland, die ongeveer dezelfde tijd leefde en ook zei, ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Ik vind dit revolutionaire ideaal om zich te verzetten en op te komen voor rechtvaardigheid, dat je dat tegenkomt in haar gehele leven, zowel persoonlijk als in haar geschriften. En daarvan is natuurlijk de beroemdste, die zie ik daar op de slide, maar goed, A Vindication of the Rights of Woman uit 1792. En William Godwin, haar uiteindelijke echtgenoot, zal in zijn memoires zeggen, haar vader was een despoot en haar moeder de eerste en meest onderworpene van zijn onderdanen. Oh, sorry. En daarmee wil ik ook zeggen dat voor mij, om een frase uit de jaren 70 aan te halen, het persoonlijke ook politiek is. Het gezin waar zij geboren werd, heeft haar grotendeels gevormd. Maakt natuurlijk niet haar hele leven uit, maar als kind was dat haar bakermat. De vader was een wever en een boer en hij wilde ook graag als edelman leven, maar hij verkwist het geld, maakte schulden. Hij kon lief zijn, maar ook heel wreed. En haar moeder, de echtgenote, volgde hem nogal slaafs. En zal haar kinderen ook niet altijd voor haar man beschermd hebben. Sterker nog, Wollstonecraft beschermde haar moeder tegen zijn wreedheid. Zoals inderdaad in het filmpje ook te zien was, dat ze voor de deur van de slaapkamer lag om haar moeder te beschermen. En in die zin was ze eigenlijk ook al vroeg oud en vroeg op zichzelf, omdat ze van haar ouders eigenlijk niet echt op aankon. Ze had één oudere broer, Ned, Edward, Ned genoemd. En hij was een jongen en daarmee kreeg hij dus die opvoeding. Hij erfde ook geld van de grootvader, dus van de vader van Wollstonecraft's vader, Edward John Wollstonecraft. En haar moeder was Elizabeth Wollstonecraft, geboren Dixons uit Ierland. Hij mocht dus naar school, Edward. En haar vader, Mary's vader, keek ook neer op het onderwijs voor vrouwen. Zij mocht nogal naar een dagschool voor meisjes, maar ze waren lang niet gelijk aan mannen. Ze had nog twee jongere zussen, Eliza en Everina. Die waren wat meegaaner dan zij was. Ook wat liever en kreeg misschien wat meer aandacht. Maar het interessante is, Eliza is wel getrouwd. Maar Wollstonecraft heeft het gepresteerd zoals ze al van jongs af aan tegen de regels inging. Om in 1782 is de zus getrouwd, Eliza, toen kreeg ze een kind. Ze raakte in een depressie, het huwelijk beviel haar ook niet. En toen is Mary Wollstonecraft bij haar zus en echtgenoot in huis getrokken. En heeft besloten dat haar zus weg moest bij deze man. Dus op een dag in januari 1784, echtgenoot was er niet, is ze met haar zus vertrokken naar Oost-Londen. Ze was sowieso ook geboren in Londen en inderdaad verhuisde vaak, leeft ook daaromheen. En zijn naar Oost-Londen Hackney gegaan om daar in een pension uit te zitten dat haar zus kon gaan scheiden. Uiteindelijk is het ook een tragisch verhaal, want er was een kindje geboren, een dochter. Eliza heeft die dochter nooit meer gezien. Kindje is ook een jaar overleden. Maar het was een heel radicale stap om dus als vrouw te zeggen, en zeker Mary Wollstonecraft, ook haar karakter, ze was gewoon een dominante vrouw. Wist vaak goed wat ze wilde, ging dus tegen de conventies in, was daar ook heel actief in. Dus niet afwachtend en lief en pleasend, maar juist nam de regie in handen. En toen heeft ze ook besloten om inderdaad samen met haar vriendin Frances Blood, maar ook met haar zus Eliza en Everina, om een school op te zetten. En dat was in Newington Green. En dan komen we de volgende. En daar kwam ze in Newington Green. Was toen nog een apart dorpje, maar later opgenomen door het grotere Londen. Daar woonden allerlei radicalen. En dat waren mensen, dissenters heette dat, die zich van de Anglicaanse kerk hadden afgescheiden. Daar had je onder andere dominee Richard Price. Een Unitarian dominee, hoorde ook bij de dissentersgroep. Ze hadden andere denkbeelden. Ze moesten ook hun eigen scholen stichten, omdat ze niet bij de Anglicaanse kerk hoorden. En hij preekte op zondag en zij ging daar ook graag heen, Wollstonecraft. En het was ook eigenlijk voor het eerst dat ze daar Newington Green, in die radicalere kringen, meer gelijkgestemde mensen tegenkwam. Haar ouderlijk gezin, ze had ook nog twee jongere broers, waren dus met zes kinderen in totaal, was inderdaad niet verwelkomend voor haar. Ook niet echt steunend. Ze werd natuurlijk als lastig gezien. En dan binnen die radicale kringen in Newington Green
richt zijn school op voor meisjes, een dagschool. Dat vindt ze ook veel beter dan de boarding schools, de kostscholen. Alleen, het jammer is alleen dat haar vriendin Fanny Blood, echt een hartsvriendin, die is al ziek, die wordt zieker. Die trouwt uiteindelijk met een Engelsman in Portugal en gaat naar Lissabon. Mary reist daar dan ook achterna. Fanny is op dat moment zwanger, zal bevallen, maar ook bij die bevalling kort daarna overlijden en de baby ook. En ook weer het feit dat Wollstonecraft dus besluit de school achter haar te laten, zelfs degene die alles regelde. Haar zussen moesten haar taken waarnemen, er waren ook nog mensen in pensioen, proberen om manieren om als vrouw maar geld te verdienen en onafhankelijk te leven. Ze reist dus op eigen houtje naar Lissabon en wanneer ze dan weer terugkomt naar de dood van Fanny in Engeland in Londen, Newington Green, dan is de school teloor gegaan. Ze zal dan korte tijd gouvernante zijn in Ierland, bij de familie Kingsborough. Ook daar is ze heel eigenrijd en dominant en koppig, dus ze neemt eigenlijk niet goed de hiërarchische plek van de gouvernante in. Ze ergert zich aan de rijke dame des huizes, aristocratische dame, krijgt ook een soort van ruzie mee. Als ze een slechte bui heeft, kan het ook zijn dat ze blijft op de kamer blijft. En zij zou de kinderen in Kingsborough ook eigenlijk slecht beïnvloed hebben. Later in hun leven zal de jongste dochter nog weglopen tegen de zin van de vader in. Uiteindelijk wordt de toekomstige echtgenoot worden achterhaald, wordt zelfs door vader doodgeschoten, vader Kingsborough. Dit wordt zelfs jaren later nog Mary verweten dat zij als gouvernante een te slechte invloed op die kinderen was. Goed, uiteindelijk komt ze dus, ze komt weer terug naar Ierland. Niet in Newington Green, maar wel in de radicale kringen. Want dan krijg je Joseph Johnson, is een radicale uitgever in Londen. Even kijken hoor. Er zijn allemaal schrijvers bij hem met radicale geschriften. De Amerikaanse revolutie speelt dan. De opstand in de koloniën tegen het Engels gezag. En dat is eigenlijk ook terug te leiden op wat in die tijd nog heel erg speelt, ook de verlichting. Alle ideeën die er toen waren over de reden. Je kan mensen opvoeden. Men wilde niet meer afhankelijk zijn van koningen of van de kerk. Mensen mochten zelf beslissen. Kennis winnen. In Nederland hadden wij IJsinga en Franeker, die zijn planetarium bouwde. Als een dominee zegt dat er een botsing zal zijn met planeten of kometen met de aarde. Hij laat zien dat dat niet zo is. En je moet dus ook zelf gaan nadenken. En in dat milieu van Joseph Johnson, hij biedt Mary ook aan om haar te onderhouden als schrijfster. Dit geeft haar echt vrijheid. Ze begint met vertalingen. En zo leert ze ook, kan ze haar eigen opvoeding bijschaven. Ze schrijft ook reviews voor de Analytical Review. Dat is dan een maandblad. Even kijken hoor, dat wordt dan. Even kijken, dat wordt in 1788 begonnen. En Mary zal ook al een boek hebben geschreven, Thoughts on the Education of Daughters, omdat ze daar dus heel erg haar ideeën over had, over de positie van vrouwen. Ze schrijft dus recensies en ook die radicale kringen van Joseph Johnson, waar ook William Blake bij hoorde. Tom Paine had in Amerika gewoond, was daar ook actief betrokken geweest bij de onafhankelijkheidsverklaring, had teksten ervoor geschreven. Het was gewoon een heel spannende en opwindende tijd waarvan alles gebeurde. En natuurlijk kon dit niet de goedkeuring wegdragen van Mary's familie. Dit was natuurlijk niet echt wat een vrouw hoorde te doen. En in zelfstandige en radicale kringen verkeren. Maar voor haar was het een heel vruchtbare bodem. Ook een ander thema was bijvoorbeeld ook het abolitionisme. Dat is dat men tegen de slavernij was. Dat was ook in haar kringen. Dus naast de Amerikaanse revolutie. En dan ook de Franse revolutie. En dan komen we op het volgende. Want daar gaat het dan eindelijk gebeuren. Er was dus opstand, er moest een parlement komen. Burgers wilden zelf beslissen, niet meer afhankelijk zijn. 1789 juli wordt de Bastille bestormd. Er is storm in Frankrijk. En dan krijgen we Edmund Burke, een parlementariër die dan, ondanks het feit dat hij eigenlijk een vooruitstrevend politicus is, hij is voor representatieve democratie, hij is tegen voor afschaffing van de slavernij, tegen corruptie van de regering in India,
Maar uiteindelijk valt hij de Franse Revolutie in 1790 aan. En hij valt de Franse Revolutie aan naar aanleiding van een preek van Richard Price. Dus de man met wie Mary veel contact had. En dan besluit Mary, en dat is dan heel krachtdadig, om de handschoen op te nemen en zich uit te spreken en de revolutie te verdedigen. En zij is nota bene de eerste. Burke in het najaar van 1790 presenteert hij zijn argument dat de Franse Revolutie alleen maar instituten kapot maakt. En dan komt Mary met haar antwoord van dat is niet waar. En de vrijheden van mensen en we zijn allemaal gelijk en we mogen ons uitspreken. En Joseph Johnson die publiceert haar antwoord. Het is eerst anoniem. Het is heel populair, haar argument. En dan ook bij de tweede druk blijkt dat het van een vrouw is. Dus dat is er nog. Men was toch eigenlijk echt verbaasd, want dat dit een Amazon is. En je ziet ook William Roscoe, een abolitionist, laat dan ook een schilderij van haar maken, waar ze met gepoederd haar en ook als revolutionair en plotseling als een van de mannen gewoon volledig mee kan praten, wat een totaal andere rol is dan de rol die vrouwen gebruikelijk hadden. Je ziet ook nog Tom Paine, die komt ook met een antwoord om de revolutie te verdedigen, zoals ook de Amerikaanse revolutie verdedigde. En er zal ook nog een diner zijn waarbij William Godwin, Mary's latere echtgenoot, aanwezig is en die wil graag Tom Paine horen, wat zijn argumenten zijn voor de Franse Revolutie. En tot zijn grote ergernis hoort hij die avond vooral Mary Wollstonecraft. En dat irriteerde hem. Een andere schrijver die omschreef Mary ook als een hyena in petticoats. Dus een hyena met een petticoat. En het was vooral ook wel andere schrijvers, ja, namen haar soort die mannelijke stand kwalijk. En dan besluit zij ook in 1792 met haar antwoord te komen in dat van A Vindication of the Rights of Woman. Dat dus niet alleen mensen of mannen hebben het recht voor zichzelf op te komen, maar ook vrouwen zijn volledige burger. Vrouwen hebben recht op een goede opvoeding. Vrouwen beschikken over reden. Het zijn niet alleen maar mooie wezentjes die erop uit zijn om een echtgenoot te strikken. Ze willen gewoon een eigen leven. En voor ons is dat nu helemaal vanzelfsprekend. Maar in die tijd was het radicaal. En notabene, ze was al bekend toen ze de revolutie verdedigde. Dus als antwoord op Burke werd ze in één keer bekend in Europa. En The Vindication of the Rights of Woman was helemaal een hit, werd gelezen. En was blijkbaar ook broodnodig. En ze is zelfs, en dat vind ik ook altijd fantastisch aan haar, zelf naar Parijs gegaan. Zelf de revolutie in, weliswaar als buitenlander, expatriate. Maar ze gaat dan in eentje, reist ze naar Dover en steekt door naar Parijs. Ze is daar levend aanwezig. Ze ziet de koning naar zijn trial gaan of moet voor de conventie verschijnen om zich te verdedigen. En wat ik ook wel mooi vind aan Wollstonecraft is dat ze ook vaak niet altijd helemaal rationeel is. Maar soms ook juist plotseling heel emotioneel. En op een dag loopt ze de stad in en dan ziet ze bloed van bij de guillotine. Iemand is net onthoofd. En dat vindt ze dan plotseling vreselijk. En natuurlijk met de Franse Revolutie, het wordt wel steeds gruwelijker, strenger. Ook Tom Paine, die ook in Parijs is, wordt dan gevangen genomen. Zij is dan in die tussentijd, en daar krijg je dan een andere kant van Mary te zien. Ook, dan kom ik bij haar geliefde. Zij heeft een passie gehad voor de schilder Henry Fuseli. Dat was nog in Londen. Haar grote liefde, haar grote irrationele gepassioneerde liefde zal Gilbert Imlay zijn. De man die ze uiteindelijk haar demon lover noemt, haar demonengeliefde. In het vrije Parijs, ongetrouwd, gaat zij een relatie met hem aan. Ook in die tijd natuurlijk ongehoord. Notabene, ze wordt ook zwanger. Ze verkeert zeg maar een tijd in de zevende hemel. Het is geweldig voor haar. Maar uiteindelijk antwoordt hij haar liefde niet meer. En hij laat haar in de steek. En hij gaat ook, hij verhuist dus naar Le Havre. Zij verhuist dan uiteindelijk met hem mee, achter hem aan. Hij vertrekt naar Londen, blijkt een verhouding te hebben met de actrice. En dan zien we een heel andere kant van haar. Omdat met dat dominante karakter kwamen ook heel heftige gevoelens. En ook heel heftige gevoelens van depressie. En ook in 1795, als ze uiteindelijk terugkeert naar Engeland, zal ze om het feit dat Imlay haar afwijst, zeker proberen zelfmoord te plegen. Dat is natuurlijk ook scandaleus, zeker ook vanuit de kerk. En zelfmoord is een groot taboe. Was in die tijd nog niet open bekend, maar haar man William Godwin, die als zij er weer bovenop is over de afwijzing van Imlay, ze krijgt ook een dochter van hem, Fanny, en dit allemaal dus ongetrouwd.
Uiteindelijk komt ze William Godwin tegen, een man die ook in radicale kringen verkeerde met Johnson. Anarchist was, schreef tegen politieke instituten. Hij had haar irritant gevonden bij het diner, maar uiteindelijk als ze elkaar dan later ontmoeten, slaat de vonk toch over. Ze kunnen elkaar vinden in hun argumenten. En ook, dat moet ik ook zeggen, Imlay die stuurt na de eerste zelfmoordpoging Wollstonecraft op zakenreis naar Scandinavië. En er is ook een boek wat haar bekend zal maken. En het heet Mary Wollstonecraft, A Short Residence in Sweden. Zij schrijft daarin brieven waarop ze een soort over romantische manier over het landschap schrijft. Maar ook haar gevoelens naar Imlay. En juist die toon van het boek, de vindication is vrij mannelijk. Het stuit soms mensen wel tegen de borst. Maar hier is plotseling een vrouw die ja, melancholiek is, treurt maar geliefde. En dit boek zal dan zorgen dat William Godwin eigenlijk verliefd wordt op de auteur. Dus dat is dan op zich wel een heel mooi verhaal, dat zij samen, leefden ze maar lang en gelukkig. Helaas is dat niet zo. Wollstonecraft wordt zwanger van hem. Ze besluiten dan te trouwen. Het mooie is ook dat ze eigenlijk allebei tegen het huwelijk waren, of vooral Godwin. Dus ze waren totaal radicaal in die tijd. En Mary's familie moest eigenlijk al helemaal niks meer van deze opstandige revolutionaire tante hebben. Zij zal helaas aan kraamvrouwenkoorts sterven 10 dagen nadat ze bevallen is van haar dochter Mary Shelley. Wat dan een voortijdig einde is van Wollstonecraft, nog voor haar 40ste verjaardag. En Godwin achterlaten en die zal dan de memoires schrijven van de auteur van The Rights of Woman, zoals het bekend staat. Zo wordt ook begraven. Het enige wat Godwin dan doet, is dat hij niet heel netjes een soort gestileerd, gepolijst beeld van zijn vrouw geeft, maar alle details met een man vrijen in Leen Parijs, terwijl je niet getrouwd bent, daar ook nog een kind van krijgen, ook haar zelfmoordpogingen. En dan kom ik op het laatste. En dat is nu, er is in november een standbeeld van Mary Wollstonecraft onthuld bij Newington Green, dus waar haar eerste school stond, haar eerste kennismaking met radicale kringen, door dominee Richard Price. Zij staat daar naakt op. En ik vond dat zelf al lastig. Toen ik het voor het eerst zag, vooral alleen het naakte lichaam, dacht ik, moet dit nu? Waarom moet Wollstonecraft naakt? Waarom weer de blote vrouw die je op zoveel schilderijen ziet, van mannelijke schilders? Maar toen dacht ik ook, als je de rest van het standbeeld ziet, ze komt voort, ze wordt voortgestuwd uit meerdere vrouwen, hè, alle vrouwen die ervoor gingen. En ook Godwin werd beschuldigd in zijn, na het schrijven van zijn memoires, dus na dat onthullende beeld van zijn vrouw, dat hij haar naakt had gestript. Hè, naakt liet zien aan het publiek. Het was een groot schandaal toen. En Mary Wollstonecraft was gelijk als privéfiguur had ze afgedaan. Maar ik vind juist heel mooi, omdat ik Wollstonecraft heel echt vind. En dan nog zeker in haar privéleven. Wat zij voelde, ging ze voor. Dat ging soms ook door roeien en ruiten. Imlay is eigenlijk ook wel achterna gezeten door haar. Want ze kon ze niet meer neerleggen dat hij geen relatie meer met haar wilde. Maar zij ging echt voor dingen. En het doet mij ook denken zelf in deze tijd aan, en ik zal zo afronden, ik ben volgens mij de tijd heen. Ik hou erg ook van Tracy Emin, Britse kunstenares. We maken het niet mooier dan het is. Hier ben ik. Ik heb een foto, een poster van haar thuis hangen waar ze geld schuift richting haar vagina, zullen we maar zeggen. Ik vind het geweldig. En ook Helene van Rooyen met de gelukkige huisvrouw. Je bevalt van een kind en je krijgt op psychotisch uit het gekkenhuis in. Of ook Anja Meulenbelt, onze klassieker, De Schaamte Voorbij uit de jaren 70. Dus ook al staat Mary dus bloot op dit beeld. Wat mij nog ook deed denken aan de rel die we een aantal jaar geleden hadden over het beeld van communist Anton de Kom in Zuidoost, die bloot is. Denk ik dat voor haar, de anonieme vrouw, niet historisch, dit een, toch een prachtig beeld is. Dus. Dankjewel, Kirsten Zimmerman. We praten zo nog even met je door. We hebben nu al een lekker stevig fundament om op te staan, denk ik, qua kennis van Mary Wollstonecraft. Even aan jou de vraag, Jet Bussemaker. Had je dit beeld al gezien? Nee. Kan je het goed genoeg zien? Ik ben nog steeds goed aan het bestuderen. Ja. Want het is wel, het is inderdaad bloot, maar het kostte mij even moeite voordat ik zag dat het toch een vrouw was. Het leek mij eerst even
een beeld van, het man, van een man toen ik het oppervlakkig zag. Maar het is een mooie aanleiding om nog weer eens een keer iets op te zoeken als je in de buurt bent. Dat is altijd heel leuk. Dus het... Er was veel over te doen over dit beeld, inderdaad. In The Guardian stond het ook iets anders afgebeeld. Die sokkel die was niet meegefotografeerd, dus je zag alleen zo'n naakte vrouw. En nou ja, er waren nogal wat vrouwen die zeiden... Hoe is het denkbaar dat een beeld ter nagedachtenis aan een intellectuele man of een politicus, dat hij daar in zijn blote penis zou staan? Het zou niet mijn eerste gedachte zijn om nu juist Mary Wollstonecraft geheel ontkleed af te beelden. Nee, nou, hier valt het niet zo op, maar ik zou zeggen, zoek het nog eens op in The Guardian. Ik kon me de controverse enigszins voorstellen. Jet Bussemaker, oud-politica, oud-minister van Emancipatiezaken ook nog eens. Dat komt ook goed uit, denk ik. Maar vanavond vooral in de rol als iemand die veel Wollstonecraft gelezen heeft. Tijdens je studie al. Ja. Dat hoorde echt bij het corpus van de politicologie destijds. Het begon er heel langzaam in te komen. Want ook dat was een tijd toen ik ging studeren, was 1979. Toen was er al wel een revolutie geweest, met name bij politicologie, wat ik studeerde. Dat het allemaal anders moest en democratischer en linkser. Welke stad was dat? Amsterdam, de UvA. Maar ook daar bleek het wel in eerste instantie vooral dan mannen te zijn die... die herdacht werden, die genoemd werden. En toen, het was ook een tijd ook van vrouwenstudies, genderstudies, dat er meer aandacht kwam voor vrouwen. En ik vond dat bij politieke filosofie, wat een van mijn vakken was, vond ik het wel ontzettend interessant om opeens die hele geschiedenis van het politieke denken ook uit de blik van vrouwen te zien. En ik herinner me nog het boek van Christine de Pizan uit de middeleeuwen. Nou, dat is ook in die tijd opnieuw gevonden en opnieuw vertaald. Of opnieuw in een nieuwe hedendaagse taal geformuleerd en uitgebracht. En Mary Wollstonecraft was eigenlijk net zoiets. En niemand had nog van haar gehoord. Zelfs Simone de Beauvoir in de Tweede Sekse had niet over Mary Wollstonecraft geschreven. Dus voor mij was het wel een soort openbaring toen ik... al die politieke denkers las en dat je opeens dacht, jeetje, maar dit is 200 jaar geleden dat eigenlijk al zo'n radicale tekst geschreven is. En het enige wat we eigenlijk hoeven te doen is het weer tot ons nemen en het opnieuw herdenken. En wat sprak je daarin aan? Dat zo lang geleden al gezegd was, of stond er ook iets waarvan je dacht, dat had ik nog niet eerder zo scherp gelezen? Nou ja, wat ik heel mooi vond en vind van Mary Wollstonecraft is haar radicale denken. Wat niet ophoudt bij ook de gelijkheid van de wet. Maar ook onderwijs en steeds met mensen aan het tegenargumenteren is. Dat doet ze ook in haar boek. Daar zegt ze, ja, maar als jullie nou niet geloven dat vrouwen de reden niet hebben, waarom ben je dan zo bang om het haar te laten ontdekken? Want als vrouwen het niet hebben, dan komen we daar wel achter. Dus geef het vrij. Maar ook heel nadrukkelijk, het heeft over de verandering van de zeden of van het denken. Dus voorbij alleen maar gelijkheid voor de wet. En onderwijs. En het ook zelf doen. Ik was in die tijd, ik woonde in het Handelsbladgebouw, wat een kraakpand was, maar een alternatief kraakpand, waarin we niet alleen strijd wilden voeren voor meer jongerenhuisvesting, maar ook bezig waren om een gemeente, weer een kleine kruidenierswinkel midden in de stad te krijgen. Een lesbien- en gayboekhandel die werd opgericht. Een alternatieve cultuurstudio. En ik dacht wel, hey, Mary Wollstonecraft, die richtte gewoon een school op 200 jaar geleden. Ja, was zij meer dan andere vrouwen uit de geschiedenis een inspirerend voorbeeld voor jou? Vanwege haar radicaliteit? Ja, vanwege haar radicaliteit. Vanwege de breedheid van haar denken.
En ook wat mij nu nog steeds heel erg inspireert. En ik heb het boek, ik heb haar boek meegenomen. Ja, wat mij opvalt is, dit boek is pas 2 jaar geleden uitgekomen. Ja. Je hebt het 30 jaar geleden gelezen. En je hebt het dus herlezen met allemaal geeltjes erin. Ja. Er zit heel veel studie nog in, recent. Ja, ik heb het ook weer herlezen. Ik ben er ook weer over gaan schrijven. Nu ik weer wat meer tijd heb. En dan, dit zijn boeken die kan je heel vaak herlezen. Dan zie je steeds weer nieuwe dingen. En wat mij inspireert ook nu weer, want toen ik minister was, ben ik natuurlijk ook veel met gelijkheid voor de wet, economische zelfstandigheid, vrouwen in topposities, gebrek aan vrouwelijke hoogleraren bezig geweest. En wat ik daar soms wel van vond, zeker in retrospectief, dat we bijna soms vergaten dat het over, dat je het niet alleen deed om de, om die individuele vrouw op die positie te krijgen, maar dat je dat deed omdat je de samenleving beter wilde maken. Dat je dus een deel was van een bredere agenda. En ik lees dus maar, ik lees één conclusie voor van Mary Wollstonecraft naar een hele verhandeling. En dan zegt ze: ik besluit deze redenering met de voor de hand liggende gevolgtrekking, dat zodra een gezonde politiek vrijheid verspreidt, de mensheid met inbegrip van de vrouwen wijzer en deugdzamer zal worden. En dat is voor mij wel een hele erg belangrijke kern. Dat het niet alleen een individualistisch perspectief is, maar dat het een maatschappelijk perspectief is. En ik denk dat we dat misschien wel een beetje van het feminisme, zoals het zich ooit in de jaren 60 en 70 ontwikkelde, dat we het een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat aandacht voor dat maatschappelijke, dat je dit ook doet. Dus niet alleen omdat je meer vrouwen op topposities wil hebben of meer vrouwelijke hoogleraren, maar dat dit alle vrouwen moet helpen en dat het ook de samenleving beter moet maken. Ja, dat is, daar inspireert ze mij nu weer. Dat hebben we misschien niet alleen in het feminisme een beetje veronachtzaam, maar gewoon sowieso in de politieke cultuur. En daarmee ook in het feminisme misschien. Ja, het is natuurlijk ook een tijdgeest. Ja. Een tijdgeest waarin we steeds beter voor onszelf konden opkomen. Ja. De dikke ik, de juppengeneratie. En het feminisme heeft daar, hoewel het oorspronkelijk daar natuurlijk met het persoonlijk is politiek, ja, daar juist korte metten mee maakte, is daar denk ik in sommige opzichten, ik ook, wij allemaal, ook wel in meegegaan of meegegroeid. En nu zoek ik in ieder geval weer inspiratie om veel meer die maatschappelijke agenda. En dat, ja, dat gaat ook over ongelijke kansen in het onderwijs. En dat gaat ook over MeToo-affaires. Ja, want daar wou ik net naar vragen. Dus dat is eigenlijk de eerste opsteker al, dat het feminisme geen individualistische ideologie of geen individualistische stroming is. Of niet om individualistische doeleinden op aarde is, om keuzevrijheid of iets dergelijks. Maar als je kijkt naar de feministische thema's van nu, inderdaad MeToo noemde je al, of kansenongelijkheid, of het glazen plafond, of seksueel geweld. Waar denk je dat Mary Wollstonecraft als eerste bovenop zou duiken? Wat zou haar motiveren nu? Nou, een lastige vraag. Als ik denk aan wat zij ook met onderwijs heeft gedaan, dan zou het mij niet verbazen als ze nu, zeg maar, met kansenongelijkheid in het onderwijs, in hele brede zin, voor vrouwen en meisjes, maar ook voor kinderen die ouders hebben die misschien niet gewend zijn om met een leraar te onderhandelen, dat ze daar bovenop was gaan zitten, omdat je die redenering door kan trekken. Toen ging het meer over meisjes. Ondertussen doen meisjes het beter in Nederland dan jongens. Ja, dat wou ik zeggen. Wat is het probleem met meisjes? Dus je kan ook denken, het probleem is opgelost. Ik denk dat Mary Wollstonecraft altijd weer voorbij, omdat ze ook voorbij, zeg maar, alleen de gelijkheid van de wet zou denken, dat ze ook nu het misschien juist over meer over kleur, etniciteit zou hebben. Dus ik denk dat ze daar, en ik denk dat economische zelfstandigheid voor haar een heel belangrijk thema zou zijn. Omdat uiteindelijk, iedereen moet zijn leven leiden zoals je zelf wilt.
Maar de structurele, zeg maar het gevocht dat terwijl jonge vrouwen in Nederland, als ik dat maar even als referentiekader neem, allemaal zeggen dat ze willen blijven werken als ze kinderen krijgen, dat ze zich willen blijven ontwikkelen, dat ze hoger opgeleid zijn dan jonge mannen van hun leeftijd en dat ze 30 of 10 of 15 jaar later, als er kinderen komen, het overgrote deel toch stopt met werken of kleine banen houdt, waarbij je ook kwetsbaar bent als er iets met je partner gebeurt, als je leven een andere wending neemt, als je gaat scheiden. En ik denk dat ze daar bovenop zou zitten en dat niet alleen als probleem van vrouwen zou zien, van hey, hallo, jij moet wat anders, maar vooral de structuren die daarachter liggen, de revolution of the manners die ze noemt, dat ze die aan zou kaarten. Nou ja, dat is misschien wel interessant om daar even op in te zoomen, want je kunt dat probleem ook, laten we zeggen, identificeren als een optelsom van individuele keuze die leidt tot toevallig deze scheefgroei. Ja. Zo zien veel vrouwen dat. Ja. En van, nou ja, zij kiest daar toevallig voor, ik ook, en zij ook, en zij ook. En dan, nou ja, toevallig pakt het zo uit. Heel ongelukkig voor de bevolkingsgroep als geheel. Maar daar zou Mary Wollstonecraft dus geen genoegen mee nemen. Nee. En jij eigenlijk ook niet, volgens mij. Nee, dat was voor mij, daarom was zij misschien ook voor mij een inspiratiebron. Maar dat heb ik ook in de tijd dat ik minister van Emancipatie was, heb ik dat steeds geprobeerd om dat bloot te leggen, dat al die individuele keuzes, elke keuze op zich bijna een rationele, logische keuze lijkt. Waarvan het de vraag is waarom je daar iets van zou moeten vinden of op in zou moeten grijpen. Dat zou je ook niet moeten doen, denk ik. Maar dat het maatschappelijke gevolg van al die individuele keuzes bij elkaar opgeteld een enorme ongelijkheid creëert en ook onwenselijke situaties oplevert. En ik denk dat Mary dus verder zou kijken dan alleen, het is een individuele keuze die jij op dat moment maakt en dat is dan maar zo. Maar ook daar dan net even een laag dieper, even een spade verder of dieper zou nadenken. En zou zeggen, ja, maar maatschappelijk levert het dus een hele onrechtvaardige ongelijkheid op. Maar wat ik ook interessant vind, is misschien een dimensie die ook niet meer zo op de voorgrond staat. Je kunt denk ik in haar werk wel zien dat ze echt iemand is uit de tijd van de verlichting, van de vooruitgang, van het denken. En dus ook dat ze steeds zegt, ja maar het opleiden van vrouwen is ook in het belang van de mannen ofzo. Dus het is in het belang van de hele samenleving. Dus ongelijkheid is niet alleen een probleem van vrouwen, maar ook een probleem van de hele samenleving. Dat vind ik een heel opvallend emancipatoire verhaal, wat een beetje ondergesneeuwd lijkt, omdat het nu lijkt alsof, nou, als vrouwen iets willen, dan kunnen ze dat doen. En als ze het niet willen, dan moeten ze het niet doen. Ja. Maar die vrijblijvendheid, die zie je daar niet zo, volgens mij. Nee, maar ik denk ook dat die argumentatie ook nu nog steeds heel erg bruikbaar is. Zij bij herhaling geeft ze maar aan dat niet alleen vrouwen beter worden van meer rechten, van verandering, van verhoudingen tussen de geslachten, maar dat ook mannen en de samenleving daar beter van worden. En ik denk dat een argument is dat we nog wel eens wat vaker, wat doortastender zouden mogen gebruiken. Waar dat mis je dat? Dat bedoel, waar zouden we dat nu? Nou, dat het. Ik vind toch bijna bij al dat dat omdat er zoveel lijkt te kunnen, heel veel van de verantwoordelijkheden ook bij vrouwen worden neergelegd. En het feit dat dan alleen een individuele keuze van hun is. Terwijl ik denk, als je meer mogelijkheden aan vrouwen overal zou geven, ja, dan wordt misschien de samenleving ook wel beter. Ik denk dat bijvoorbeeld de wetenschap is gebaat bij tegenspraak. Diversiteit creëert bijna vanzelfsprekende tegenspraak, omdat je niet allerlei, kopieën van kopieën hebt die op elkaar lijken. Dus dat kan de wetenschap verder brengen. Ik was in die tijd, toen ik ging studeren, dus 79, 1980, hier bij de UvA, maar overal enorme discussies. We konden niet overal vrouwelijke hoogleraren aannemen, want het ging over kwaliteit.
en excellentie bij de universiteit. Dus er zat een soort van zelfsprekendheid in. We willen excellentie, dus we kunnen vrouwen niet voortrekken. Of op andere manieren zorgen dat ze gelijke kansen krijgen. En toen ik weet nog dat ik heel erg verbaasd was. Toen ik later gepromoveerd was, kreeg ik een beurs. Toen ben ik naar Harvard geweest een jaar. En toen dacht ik, dit is toch echt heel raar. Dit is een van de Ivy League, beroemdste, excellentste universiteiten van de wereld. En overal zag ik opeens vrouwelijke hoogleraren. En dat soort van zelfsprekendheden, die kan je met nou ja, de kwaliteit en vrouwen elkaar dus niet uitsluiten. Maar dat kan je nu heel goed gebruiken. Zit dat in het Nederlandse bewustzijn extra elkaar in de weg? Meer dan in Engeland dan blijkbaar? Ja, ik denk omdat wij denken dat we het allemaal zo goed doen. En het bij ons geregeld is dat we vaak niet meer zien hoeveel achter we lopen. Dat we heel erg tevreden zijn met ons morele peil. Ja, en toch een beetje de liberale natie waar alles kan. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor LHBTI-rechten. Maar zeker voor vrouwen. En dan zie je dat mensen bijna ongelooflijk kijken als blijkt dat wij op internationale rankings ergens bij een aantal Afrikaanse landen horen, waar we eigenlijk verder op geen enkele manier mee vergeleken worden. En dat mensen dan heel ongeloofwaardig kijken, hoe kan dat nou? Nou, er is dus ook nog echt heel erg veel te verbeteren. Ja, want is dat nou al een klein beetje opgeschoven de laatste jaren? Nou ja, ik zie wel heel veel positieve dingen. Kijk naar nu studerende mannen en vrouwen. Vrouwen zijn in de overhand. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is, neemt langzaam maar zeker gestaag toe. Tegelijkertijd zien we MeToo. En heel goed dat dat is opengebroken, maar dat je wel tegelijkertijd denkt, hoe kan dat dit ja. allemaal in deze tijd zich heeft kunnen, heeft kunnen plaatsvinden. En ik vind ook wel in het politieke klimaat, Forum voor Democratie is nu geloof ik weer ongeveer uit elkaar gevallen, maar het feit, de opmerkingen van Thierry Baudet de afgelopen jaren, dat vond ik eigenlijk ook wel, waarin hij eigenlijk zei dat vrouwen we gingen terug naar meer Wollstonecraft. Hij zei eigenlijk, vrouwen hebben geen reden en die vinden het leuk. Ja. Geen ambitie ook. Geen ambitie en vinden het leuk als mannen dominant zijn. En dan denk ik, ja, er is niks vanzelfsprekend. Emancipatie vraagt altijd onderhoud. En ik denk ook eigenlijk wel continue strijd om verder te komen en ook om te voorkomen dat je stappen achteruit zet. Want die dreiging is er wel elk moment. Op dit moment, ja. Dus we moeten waakzaam zijn in dat opzicht om geen terrein te verliezen. We moeten het in ieder geval heel goed onderhouden en we moeten scherp blijven. Kirsten, wil jij ons gezelschap vervolmaken? Ik wil nog even weten, betekenen die kleurtjes iets anders? Ik bedoel, zijn de of is dat gewoon welk plakkertje het dichtst erbij ligt? Ja, het is een beetje plakkertje, maar sommige zijn wel meer over het feit dat als we vrouwenrechten verbeteren, dat iedereen daar beter van wordt. Andere die gaan over dat gelijkheid voor de wet niet voldoende is, maar dat we de revolutie van de manners, de revolutie van de zeden nodig hebben. Andere die gaan weer meer over wat haar eigen inspiratiebron. En die krijgen dan een ander plakkertje. Die krijgen een ander plakkertje. Kijk, ja, dat was ik even niet zien. Soms is het ook het plakkertje wat dichtbij was. Maar, ja, maar zo leren we jou ook een beetje beter kennen. Niet alleen maar. Ik vind het wel leuk om het te refresheren. Kirsten, jij hebt je ook voorbereid op deze avond en weer verdiept in haar werk, hoewel je het al goed kende. Maar waren er bij jou thema's die naar voren sprongen waarvan je dacht, ja, daar zouden we nu toch, we hebben nu een soort Mary Wollstonecraft nodig om, hetzij MeToo, hetzij de loonkloof of welk debat dan ook maar aan te pakken? Ja, ik zat natuurlijk net over na te denken toen jullie met elkaar bespraken. Ik denk wel, wat toch heel belangrijk voor haar was in die tijd, is de gelijkheid van iedereen, alle mensen in de samenleving.
En ik denk ook wel weer dat in deze tijd daar ook nog wel een strijd voor gevoerd kan worden, omdat mensen toch nog vaak in klassen verdeeld zijn. En Anja Meulenbelt noemt het als het directeurenfeminisme van de witte hoogopgeleide vrouwen. We zijn natuurlijk heel blij dat ze er zijn en ook minister worden. We missen sowieso nog een vrouwelijke minister-president, hè, voor de toekomst voor Nederland. Maar ik denk de klassensamenleving, inderdaad ook kijkend naar etnische achtergrond, armoede, ook in Nederland. En soms is het makkelijk als je zelf uit een andere groep komt of welvarender om daar overheen te kijken. Niet altijd zo bedoeld. Ik denk dat dat haar wel aan het hart zou gaan. Ook omdat een van haar laatste boeken, Mary or the Wrongs of Woman, heeft het zelfs over een vrouw die in een inrichting zit en een ander die mishandeld is. En wat we nu bijvoorbeeld zagen met de lockdown in het voorjaar met corona, het huiselijk geweld. Ook vanuit haar achtergrond denk ik dat ze daar echt wel ook dingen over te zeggen zou hebben. En een ander aspect ook, wat ze Gilbert Imlay was verwijt als die relatie dan verkeerd gaat, dat hij zo bezig is met de handel en commercie. En misschien ook als zij nu naar onze samenleving zou kijken, dat ze ook zou denken van, misschien het eindeloze consumeren, misschien de aarde die toch ook vervuilt of de milieu teloor gaat. Ik denk dat ze daar ook, zij was ook zo'n allround vrouw. Ik denk dat ze daar ook wel, of allround mens moet ik gewoon zeggen, daar ook wel haar mening over zou hebben. En zich ook heel graag zou willen inzetten. En denk ook altijd om de stem te vertolken van de mensen die op dat moment nog geen stem hebben. En wat denk je van haar toon? Zou die ook anders zijn dan, ik bedoel, zijn wij nu misschien een beetje te braaf of te gedomesticeerd in ons feminisme? Zij heeft wel heel erg dat felle. En dat is toch wel mooi. Ik vond het ook heel mooi wat jij net zei over, je hebt in een debat in de samenleving heb je diversiteit nodig. En ook al staat jou op zich de mening van de ander niet aan, deel je dat niet. Het is heel goed dat die discussie er is. En nu krijg ik wel het gevoel dat er, als iedereen dezelfde mening heeft, dan wordt het moeilijk discussiëren en ook moeilijk scherp stellen, moeilijk spiegelen. En een samenleving is gewoon ook levend als je met zo'n Franse revolutie op de achtergrond, dat er verschillende polemieken zijn met ik vind dit en wij zien het zus, jij ziet het zo. En dan kan je elkaar scherpen, dan wel op een aangename manier. Het hoeft niet ronduit agressieve oorlog te zijn, maar wel dat je ruimte voor heel veel verschillende standpunten hebt. En ook vanuit die gelijkheid. Gaat het niet verder dan alleen scherpe meningen? Gaat het niet ook over activisme in haar werk, denk je? Ja, ik denk het wel. Dat zij wel letterlijk op de barricades ging, terwijl met de Franse revolutie daar echt naartoe gaan. We hebben natuurlijk wel heel veel ook wel online activisme nu. Maar inderdaad toch ook misschien de straat op gaan of lezingen. Het wordt een beetje lastig nu in deze tijd met het virus. Maar ook Daar moet altijd ruimte zijn om een andere stem te laten horen. Ja, wat zij natuurlijk, jij gaf dat mooi aan in jouw verhaal, dat zij ook het leven op die manier zelf vierde. Ja. Het feit dat ze ongetrouwd was, dat ze samenwoonde, een kind kreeg, dat ze meerdere partners heeft gehad. Dat ze volgens mij ook ergens een keer heeft voorgesteld om een driehoekse verhoudingen te beginnen. Ja. Dus het was niet alleen afstandelijk, ze leefde het ook. Ja. En ik denk dat ze daarin ook nu, ik vind het mooi dat jij bijvoorbeeld duurzaamheid noemt, dat ze ook een boegbeeld, ook in het voorleven van hoe je dat doet, nu had kunnen zijn. Dat als ik haar naar nu verplaats, zie ik haar dat ook wel doen. Net zoals die gelijkheid, gelijke kansen in het onderwijs of radicale gelijkheid voor met oog op klassen of economische verschillen te bepleiten. Ja. Ja, en ik denk ook dat zij als een soort haan of pauw zou uitsteken binnen de samenleving. Hè? Dat je gewoon die andere standpunten hebt. En verschillende visies daarop. Dus dat, en idealiseren we er nou niet te veel? Ja, ik zat wel zelf te denken van, het kan zijn dat je natuurlijk iemand van zoveel jaar geleden gaat nemen als een soort eigen stokpaardje. Van je omhelst er en ze zegt dit of dat. Dat is natuurlijk wel aan haar tijd. Maar en ik hou er dus ook wel van als mensen zich een beetje tegenspreken. Want eigenlijk hoe ze zich deels gedroeg was ook wel eens, ik kwam niet helemaal overeen de manier waarop ze met haar geliefde omging van de zelfstandige vrouw. Dan kwam plots een heel ander aspect naar voren. Nou ja, bovendien, zo gelukkig is ze nou ook weer niet geweest natuurlijk. Nee, dus in die zin, misschien idealiseren we haar
geschriften, maar niet per se. Ik zou niet met haar willen ruilen, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Maar wat wel ongelooflijk is, is dat we het hebben over iemand die nog geen 40 is geworden. Moet je nagaan. Ik bedoel, Immanuel Kant moest zijn eerste boeken nog schrijven toen hij 45 was. Dus dat had nog. Ja. Ja, dus wat hebben we nog gemist? Wat hebben we nog gemist? Ik wil het kort nog even over dit boek hebben. Thoughts on the Education of Daughters. Ik weet toevallig dat jullie allebei een dochter hebben. Dus jullie kunnen daarvan meepraten. Ik niet. Dit is het. Dit boek is eigenlijk een antwoord op de Emile van Rousseau, wat in dezelfde tijd verscheen, of een paar jaar eerder. Dat heb ik natuurlijk heel braaf gelezen. Dat is een boek over opvoeding. Echt een verlichtingsboek over hoe voeden we mensen, hoe voeden we kinderen op in een wereld die eigenlijk op een bepaalde manier ook corrupt en verdorven is. En hoe behouden we de puurheid van het kind. Maar dat boek is een heel erg dik boek, 400 bladzijden. En het gaat dus over een jonge Emile in het bos. En eigenlijk aan het eind realiseer je pas, dit boek gaat alleen over jongens. En dan komt er een heel klein vijfde hoofdstukje, dat is 15 bladzijden. En dat gaat over Sophie. En Sophie hoeft amper opgevoed te worden. Die hoeft eigenlijk alleen maar een beetje voorlijk te zijn, een beetje te luisteren en een beetje gedienstig te zijn. Nou, daar maakte Wollstonecraft zich nogal druk over. Die heeft dit boek geschreven als antwoord daarop. Eigenlijk met de mededeling, waarom zou je vrouwen niet dezelfde opvoeding geven als mannen? Dat is één. Maar twee, het is eigenlijk veel moderner. Dus jij kent het boek ook, Kirsten? Ja. Hebben we daar nog iets aan? En dit emancipatoire appel? Wel misschien in de zin van vrouw als waardig burger. Ik denk ook wel dat vaak meer Wollstonecraft naar zichzelf keek. En een boek dat ik las zei ook, ja, eigenlijk noemt ze haar leerling van haar school bijvoorbeeld niet. Ze reflecteerde vooral een keer ook op zichzelf. En ook dat het moeilijk was voor vrouwen om een echt beroep te vinden. Ik denk wel in het kader van de gelijkheid, maar dan denk ik aan nu, dat je bijvoorbeeld als ik aan mijn dochter denk, dat ik haar toch wil bijbrengen dat ze zich net zoveel uitspreekt als als ik. Nou ja, mannen dat doen en altijd belangrijk om te onderwijzen om je te spiegelen aan anderen en ook het bord voor je eigen kop te kunnen zien, waar je zelf misschien tekort komt of wat anders kan. Of inderdaad dat je ook, wat jij zei, we denken Nederland is progressief op het gebied van feminisme, emancipatie en dan vergelijk je plotseling met andere landen, valt dat heel erg tegen. Dus dat, in die zin, dat die gelijkwaardigheid blijft dan wel echt een hoofdthema. En dat je inderdaad, als je het over de mens hebt, ook alle mensen meeneemt. Maar ook het appel volgens mij van ontwikkel jezelf. Hè? Ja, dat staat ook heel erg in. Lees boeken en scherp je geest. Is dat, zou die boodschap niet ook meer gericht moeten zijn aan meisjes, denk je? Nog altijd? Ja, hier dreigt het gevaar dat we denken dat we dat allemaal al zo goed voor elkaar hebben in Nederland, dat we er eigenlijk niet meer over hoeven te hebben. En dat is niet zo. Maar hoe je het dan wel moet doen, dat is nog best wel een ingewikkelde kwestie. En ik denk dat de macht van de representatie, de macht van de vanzelfsprekendheid, dat we die eigenlijk steeds moeten blijven bevragen. En wat bedoel je daarmee? Nou, dan bedoel ik ermee. Ik weet dat men laatst tot de ontdekking kwam dat, dat we heel veel juffen op de basisschool hebben, dus vrouwen, dat die ook vaak de boeken uitkiezen die gelezen worden. En dat ze misschien soms ook boeken uitkiezen die hun zelf aanspreken. En die misschien voor meisjes meer het aardige daar een beroep op doen dan op het avontuurlijke, het woeste. En dat zit allemaal, dat is geen verwijt aan die leraressen, dat zit in ons allemaal. En dat je daar steeds je van bewust moet zijn en alle mogelijkheden moet blijven ontwikkelen. Dat vind ik wel zeg maar de metafoor van wat zij zei. Als vrouwen dus de reden niet hebben, dan komen we daar wel achter en dan zien we wel hoe ver we komen. Maar geef ze alle kansen om ook maar alles te ontwikkelen wat je wil. Ja, dat geldt natuurlijk voor. Ik heb nog gescheiden van jongens en meisjes gymnastiek gehad. Wij moesten hele domme pasjes doen op de Beatles, terwijl de jongens die mochten rugby en weet ik veel wat voor wilde sporten doen. Dus zeg maar die mogelijkheid om echt alles te ontwikkelen tot het meest onwaarschijnlijke, het meest avontuurlijke, om die kans te geven. Ik denk dat we daar nog wel een weg te gaan hebben.
Zie je dat ook zo? Dat... Nou, ik denk ook, kijk, dan denk ik eventjes aan deze tijd en alle leerstof die erin gestampt moet worden en alle toetsen die gedaan moeten worden vanaf al heel vroeg, hè, vanaf kleutergroepen al. Dus ik denk, nou ja, dan met Wollstonecraft om toch inderdaad die reden te scherpen en ook het denken te bevragen. Waarom denk je, waarom vind je dit? Wat voor redenen zijn er? Ik heb zelf lesgegeven op een basisschool over de Tweede Wereldoorlog, een onderwerp. En dan wilde ik ook kijken naar bronnen uit deze tijd, van ook het internet, van wie zegt dit nu? En waarom zegt diegene dat? Of wat vind je van dit standpunt? Of je gaat nu dit standpunt verdedigen? Dat je ze, ik probeerde ze gewoon instrumenten aan te geven om zelf na te denken. En dan had ik nog liever dat ze zelf iets had uitgevonden en bijvoorbeeld een standpunt had wat ik totaal niet had. Maar als zij daar dan goede argumenten voor hadden en zelf nagedacht, hè, jongens en meisjes, dan was ik daar veel blijer mee nadat ze bijvoorbeeld mij zouden napraten van je vindt dit leuk, dus wij vinden het ook. Maar dat ze zelf, dus niet alleen stampen, maar dat denkvermogen ontwikkelen om inderdaad als volwaardig burger ook voor iedereen deel te kunnen nemen aan de samenleving. Alles continu altijd blijven bevragen. Ja. En je blijven verwonderen. Ja. Dat vat dat misschien wel samen. En dan zelfs misschien nog met Thierry Baudet. Dat je inderdaad, je krijgt onaangename opmerkingen. Maar het kan wel een soort wake-up call zijn of een alarm van het is niet zo vanzelfsprekend. Of dit denkbeeld is er nog. En daar moeten we dan ook iets tegenover zetten. Of die diversiteit van meningen. Anders dreigt het soms vrij snel ondergesneeld te raken in één mening. Dit is het idee. Ja, of onverschilligheid. Dat we denken, nou ja, dat is een mening, maar dat vinden wij niks. Dus we laten het. Wanneer ga je tegen die mening? Kom je in het geweer? In het verweer? Omdat je zegt, precies. Dit is niet zomaar een mening. Dit is niet zomaar iets wat we links kunnen laten liggen. Maar dit is een potentiële bedreiging voor alle rechten die we hebben opgebouwd. Ja, dat is eigenlijk waar we het in het begin over hadden. Dus dat liberale idee van dat zijn meningen, jouw mening en jouw mening, laat lekker lopen. Maar Mary Wollstonecraft zegt eigenlijk, dat vind ik ook misschien nog wel het meest opvallende aan het debat in die tijd. Volgens mij ontmaskert ze de strategie om vrouwen onmondig te houden als een soort strategie dat de mensen die dat niet willen, dat ze bang zijn voor vrouwen of bang zijn van hun troon gestoten te worden. Het heeft een beetje een soort demaske of zo, vind ik. Dat vind ik heel sterk daaraan eigenlijk. Dat ze gewoon inderdaad zegt, ontmaskert aan de lopende band. Alle zogenaamde mooie argumenten, die fileert ze buitengewoon filijn. Is dat eigenlijk de reden dat ze eerst die Vindication of Men had geschreven en toen pas die of Women? Het was gewoon een verdediging van de Franse Revolutie in de eerste plaats. En dat zij dat als vrouw deed als opzienbarend. Maar die viel niet op, die viel te weinig op. Nou, die viel ook op, maar dat was gewoon nog van de verdediging van de Franse Revolutie. Dat deed Trompeen ook, dat deden er meer. Maar gewoon expliciet dat statement dat vrouwen ook burgers zijn en gelijkwaardig, was echt, zelfs binnen de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, was broederschap eigenlijk ook. Verenigde Staten, de Declaration of Independence, slavernij was er nog. Dus wie was er nu een burger? Wie was er een citoyen? Wie telde mee? En dan blijkt toch dat je vanuit de dominante groep daar makkelijk overheen kan kijken. Dat je zegt, ja, iedereen zit erbij. En dan plotseling zitten er niet mensen bij. En die moeten dan hun stem kunnen laten horen. En ook die het onderwijs gehad hebben, de mogelijkheden om dat te ontwikkelen. Maar denk je dat ze toen ze de Vindication of the Rights of Man schreef, dat ze zich al zo bewust was van het feit dat ze impliciet misschien daar vrouwen ook vergat? Ik denk wel dat ze bijvoorbeeld van jongs af aan is ze heel duidelijk, ook al dus binnen dat gezin, de rol van vrouwen, haar oudste broer die voorging. Maar goed, in de eerste plaats ging het. Het was een aanval op haar, op Richard Price. En ook een goede vriend van haar geworden, die dominee van Edmund Burke. Dus verdediging van de Franse Revolutie. Ik denk wel dat ze toen al wist. Maar toen was het van, en vooral dat zij dus een vrouw was die dit schreef, was plotseling, het is een Amazone en wat krijgen we nu? Een hyena, dit is niet de positie van een vrouw. En dat zal bij haar het kwartje hebben doen laten vallen. Maar ja, wat er eigenlijk volgens mij vanuit haar achtergrond al helemaal in zat. Van, maar vrouwen zijn juist ook. Maar misschien is dat ook een blinde vlek waar we iets aan hebben om naar deze tijd te verplaatsen. Dat als je het over mensen hebt, dat je dan, dat niet iedereen het daarmee over alle mensen heeft. Dat je even moet realiseren wie vallen daar ook alweer allemaal onder als dezegene aan het woord is. Nou ja, als je het over mensen hebt. Maar ik vind zelf, ik,
ik noemde dat misschien wat impliciet, ja, noemde het ook, dat ook als je het over vrouwen hebt, dat vind ik wel ook, zeg maar, vanuit het feminisme, dat we wel, we hebben veel terecht hoor, ik ook, aandacht gegeven aan het creëren van topfuncties voor vrouwen, vrouwelijke hoogleraren, maar ondertussen is er ook nog een hele groep vrouwen, ook in Nederland, die misschien hun eerste stap, die op een taalkursus, op een cursus zelfvertrouwen, op eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. En je wil het eigenlijk voor alle vrouwen doen. Ja. En die verbinding maken. Dus ook als we het over vrouwen hebben, laten we steeds bewust zijn dat we het dan over alle vrouwen moeten hebben. En als we het over mensen hebben, dat we het dan ook over alle mensen moeten hebben. En dat we dan, ja, daar zijn we ook lang niet altijd zelf, denk ik. Dat kan misschien ook niet altijd. Ik denk dat iedereen tot op zekere hoogte een bias heeft. Maar je daar ook steeds elkaar en jezelf kritisch op bevragen, dat is wel wat Mary Wollstonecraft deed. En waar ze ook zichzelf kritisch op bevraagt. Dat vind ik een hele mooie inspiratie. Ja, dat lijkt me inderdaad een heel belangrijk punt om mee te nemen. En het andere ook inderdaad dat een van de redenen waarom Mary Wollstonecraft nu ook heel belangrijk is, denk ik, is waar we het in het begin over hadden, dat die politieke strijd geen individuele strijd of geen totaal geliberaliseerde strijd is, maar dat het inderdaad een maatschappelijke strijd is. Dat lijkt me ook een reden om haar nog eens uit de kast te halen of in de kast te gaan zetten voor de mensen die het niet in huis hebben. Ik heb nog één vraag aan jou, want je zei net tussen neus en lippen, ik ben daarover aan het schrijven. Kunnen we dat ook ergens lezen, wat je zoal schrijft? Of is dat? Ja, dat komt volgend jaar, kom ik met een boek bij Balans. En dat gaat over feminisme? Nou, nee, dat gaat eigenlijk over ook mijn ervaringen in de politiek en hoe moeilijk het is om gelijke rechten en gelijke kansen. Het gaat ook over onderwijs, het gaat over zorg, maar het gaat ook over Mary Wollstonecraft. En dus ook over mannen en vrouwen. Dat is heel veelbelovend. Kirsten, komt er voor jou nog iets uit binnenkort? Ik ben straks met Tweede Wereldoorlog onderzoek bezig naar een fusie van 46 mannen. Maar ik zat zelf ook even te denken, ik zit ook in de stad een vrouwenadviesraad. Op initiatief van wethouder Marieke van Doornik. En dan dacht ik als, is dat nog nodig, zo'n vrouwenadviesraad? Maar dan toch, als je ziet hoe er met elkaar wordt omgegaan en vrouwen van diverse achtergronden, hoe we kijken naar beleid, daarover meepraten. En dat het nog steeds zo belangrijk is om al die verschillende stemmen mee te nemen. En dat er een andere sfeer kan zijn, bij vrouwen onderling, misschien minder prestigieus of minder van, ik doe het allemaal met eentje. Maar je doet het samen, of de een heeft een kind dat ziek is, of je andere godsdienstige achtergrond. En dat is heel mooi. Dan is er een ander soort sfeer dan soms de prestigieuze mannelijke eenling die het dan allemaal in zijn eentje redt en doet. Maar inderdaad het meer samen. Dat vind ik ook wel heel mooi. En dan ook in het kader van Wollstonecraft en voorbij het individuele. Maar allemaal mensen van verschillende achtergronden, verschillende klassen. Samen aan het werk voor een betere samenleving. Mag ik jullie allebei hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze avond Bucketlist Filosofie over Mary Wollstonecraft en met name over het boek Pleidooi voor de Rechten van de Vrouw. Ik zou zeggen, lees dat boek. Zeer de moeite waard. Ook nu nog. Zelfs nu nog, ja, absoluut. Dankjewel. Graag gedaan.